Dag beste kijkers, van harte welkom in deze nieuwe mini-reeks over de Foreign Investment Trophy. Op 24 maart wordt die trofee al voor een tweede keer uitgereikt aan een buitenlands bedrijf dat recent in Vlaanderen heeft geïnvesteerd en dat dus belangrijk is voor onze economie. Het is het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Flanders Investment and Trade, dat de uitreiking van de trofee organiseert. En we hebben de gedelegeerd bestuurder van FIT te gast, mevrouw Claire Tillekaars, welkom. Misschien om te beginnen eerst eens algemeen uitleggen wat FIT precies doet. Ja, Flanders Investment and Trade, dus het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, heeft twee taken. In de eerste plaats de Vlaamse bedrijven helpen om te exporteren, om nieuwe afzetmarkten te vinden. En dan in de tweede plaats het aantrekken van buitenlandse investeringen. Daartoe beschikken we over een heel uitgebreid netwerk in binnen- en in buitenland. En het is in dat tweede segment dat de trofee zich eigenlijk situeert, want het is nu al de tweede keer dat jullie dus een buitenlands bedrijf dat in Vlaanderen investeert willen in de kijker plaatsen. Hoe gaat die wedstrijd precies in zijn werk? Wel, eigenlijk is dat een wedstrijd in drie stappen. Er is een professionele jury samengesteld uit ING, Stibbe, Deloitte en FIT. Die de projecten gaat scoren. Er is ook voor de eerste keer een mogelijkheid voor het grote publiek om mee te stemmen via de website van Flanders Investment and Trade. En dan de avond zelf zal het publiek in de zaal op 24 maart via stembakjes ook een score kunnen geven. En het bedrijf dat de hoogste score op die drie jureringen krijgt, is dan ook de winnaar van de Flanders Investment Trophy. En welke bedrijven kunnen deelnemen? Worden zij dan door de jury naar voren geschoven of kunnen bedrijven zich ook kandidaat stellen? Nee, ze kunnen zich geen kandidaat stellen. Het gaat over recente investeringen die een duidelijke meerwaarde hebben voor de Vlaamse economie. FIT stelt een longlist samen en daaruit worden vier projecten geselecteerd door ING, door Deloitte, door Stibbe en door FIT. Zij kunnen elk één favoriet aanduiden. Daarbij kijkt men naar de grootte van het project, het belang van de gecreëerde tewerkstelling, locatie of de sector die gekozen is. En van daaruit gaan die vier als genomineerden verder naar de tweede jurering en de avond zelf de derde jurering. Wat kan nu het belang zijn van die trofee? Als je die als bedrijf dan wint, wat kan daar het belang van zijn? Ik denk dat daar een hele grote uitstraling van uitgaat. Het is ook van FIT en vanuit de Vlaamse regering een blijk van appreciatie. Het laat ons ook toe om het belang van buitenlandse investeringen voor het Vlaams economisch netwerk te gaan illustreren. Want Vlaanderen ondersteunt dat natuurlijk in het kader van het nieuwe industrieel beleid. De slimme specialisatiestrategie is dat heel belangrijk. Het brengt ook een positief verhaal en het stelt meteen ook de dienstverlening die FIT en zijn partners kunnen verlenen aan investeerders die een locatie zoeken of een plaats om in Europa te investeren. Oké, dankjewel mevrouw Tillekaart voor uw toelichting. En nog de hele week stellen wij heel graag de vier genomineerden voor de Foreign Investment Trophy aan u voor. Benieuwd welke bedrijven dat zijn? Wel, zeker kijken dan. Heel graag tot morgen.